Yo, welkom terug bij een wat andere video dan je gemiddeld gewend bent van Gamersnet. Het is namelijk zo, hoi, ik ben Tom en ik ben de laatste tijd klein beetje, tidbit, verslaafd aan Overwatch. En dat komt omdat die game gewoon awesome is. Ik bedoel, check onze review, check de streams die ik ervan gedaan heb, veel te veel. Ik heb een heleboel kijkers die zeggen, jongen, je streamt die game veel te veel. Komt ook omdat ik een klein beetje verslaafd aan ben. En het is zover jongens, het is Summer Games, shizzle nizzle. Het is namelijk zo dat, mocht je het niet weten, de Olympische Spelen zijn in Rio bezig. En Overwatch die haakt daarop in met een soort van Summer Games. Ja, wat is het periode? Voor in ieder geval vanaf nu nog 2 weken, 23 augustus stopt het. Vanaf 23 augustus kan het dus niet meer, maar er zijn dus allerlei gekke dingen die je kunt scoren in de lootboxes. Normaal krijg je die per level elk eentje en nu in deze periode kun je de Summer Games lootboxes krijgen. En daarin zit allerlei exclusieve shit die ik heel graag wou hebben. Dus bij deze, ik heb ook geld in Overwatch gestoken, want je kunt het zien, ik heb 15 lootboxes klaarstaan. Ik heb er een paar verzameld en ik wou sowieso zoveel mogelijk van die lootboxes eigenlijk gaan verzamelen. Maar goed, het gaat te langzaam, dus dan denk je, je gooit er toch maar wat geld tegenaan. Dus ik heb even het een en ander verzameld, het een en ander gekocht en ik heb 15 lootboxes om te openen. Dus ik dacht, why the fuck not, maken we daar niet een video van. Dus, bij deze. Ja, anyway, laten we erin duiken. Ik heb lootboxes. 15 stuks maar liefst dus. En elk zit 4 items. En één van die 4 items is dus iets uit de Summer Games shizzle nizzle periode. En er zijn een aantal dingen die ik echt heel graag wil. De mensen die mij kennen zullen weten dat ik echt een groot fan ben van Zenyatta. Ik wil zijn victory pose uit de Summer Games. Ik wil nog wat andere vette skins eigenlijk. Dus weet je wat, ik heb 15 van deze bitches om te openen. Dus waarom gaan we er niet meteen mee beginnen? Let's open this bitch up. Oké, de eerste lootbox van de 15. Let's go. Laten we meteen hopen op een beetje geluk hier. Niks speciaals, 1 blauw. Het is een fucking player icon. Ach, god. Oh, en voice lines dus van de Summer Games. Always strive for improvement. Beat champions. Nou ja, ik speel veel Zenyatta en Lucio. Oh, en ik zie hier ook een Mercy, maar goed, dat is een duplicate. Ik ben veel support, dus ik ben sowieso blij met deze voice lines. Voice lines zijn wat je precies niet wil hebben. Goed begin. Oké, nog 14 te gaan. Laten we hopen dat ze niet alle 14 zo zijn. Met gewoon alleen maar een beetje voice lines en fucking icons. Anyway, door. Let's go. De volgende. Oh, kijk, 1 epic zit ertussen. Nice. Gewoon fucking Genji's. Oké, equip die shit. Genji's Nihon skin. Met heel mooi. Genji is sowieso vrij badass. Hij is Japans. En nu heeft hij dus ook een soort van de Japanse vlag gethematiseerd op zijn body staan. Ik speel niet veel Genji. Dus ik zou enkel moeten oefenen. Want dit is wel echt heel gangster. Ik ben er blij mee. Verder. Bring me another. Van Reinhardt. Leuk. Dat is een mooie Thor reference, I guess. Dragon spray, Diva spray. Ik heb overigens van Diva heb ik al de Summer Games skin. Die super vet is, want ze is Koreaans. Dus die hele suit is gewoon, ja, Gamersnet blauw geworden. Want Korea heeft iets blauws in de vlag. Dus voilà. Ik speel alleen te weinig Diva eigenlijk. Dat zou ik een keer op moeten pakken. En ja, dat ga ik heel veel zeggen. Want ik ben best wel support main. En af en toe een heel klein beetje tank. Maar verder doe ik ook niet zo heel veel. En door. Lootbox 3. Let's go. Oh nice, een legendary. Lucio legendary skin van de Summer Games dus. Best wel dope. Dit is een beetje een soort van voetbalachtige skin. Omdat natuurlijk ook in de Summer Games kun je nu een soort van Rocket League-achtige voetbalmode spelen. Die Lucio bal heet. Waarvan dit ook de achtergrond is wat je nu zeg maar ziet. Maar fucking vet. Striker. Goede skin voor Lucio. En die ook veel speel. Dus daar ben ik blij mee. Fucking saaie spray verder. Get down. Give me 20. Oké, dat is wel dope. Die gaat erop voor Zarya. En Genji die come on zegt, niet veel speciaal. Maar goed, goede lootbox, want legendary fucking Summer Games exclusieve shit. Nice. Gerrit, wat? Nou ja, katten. Echt, Gerrit. Ik ben lootboxes aan het openen. Oh, kijk, dit is ook weer, dit zijn de lootboxes waar je boos op Blizzard om wordt. Een player icon, nog een player icon, zei het dan dat hij wel uit de Summer Games is. En een spray die notabene, die ik al dubbel heb. Het kan niet altijd heel mooi zijn. Ik denk dat je een legendary af moet wisselen hiermee. Oké, 11 lootboxes nog te gaan. Let's do this. We gaan gewoon aan 1 stuk door. Hopen op de beste shit.
Oké, een victory pose voor Reaper, die ik ook nog wel eens speel. Die ik al in een soort van... Dit is trouwens de saaie Reaper skin. Ik heb zelf een soort van gamersnet donkerblauwe skin. Ben ik dan zelf heel blij mee. Maar, oké. Enigmatic. Ik zet hem erop. Ik vind het goed. Als we dan een keer winnen, is fijn. Ignore all distractions. Hanzo heeft zo'n vette stem. Nice, oké. Ik heb al een vettere voiceline, dus niet. En fuck yeah, de Torbjorn. Wat is het, soort van IKEA-achtige sprays. Dat is leuk, die gaat erop. En Zarya-spray. Ik speel Zarya ook te weinig. En als je dan sprays krijgt, heb je niet zoiets van... Wow, die moet ik echt gaan spelen of zo. Kan gebeuren. Maar goed, dope victory post, dus dat is mooi. Door. Nummertje 10 alweer. We hebben er 5 gehad. Yes, een legendary zit ertussen. Een legendary Widowmaker skin. Dit is wel een sexy Huntress. Ik krijg hier altijd de piraten vibe bij. Ik weet niet, ergens vind ik het wel passen bij er. Snipen in piratenstijl is goed. En wel jammer dat Widowmaker's, zeg maar, mooiste aspect is hier dan wel weer afgedekt. Dus dat kan gebeuren. Maar een vette skin. Weet je wat, ik zet hem maar op, want ik heb geen vette Widowmaker skin. Let's go. En een dubbele Roadhog pose. Maar hij is wel vet. Oh, en de Summer Games Mercy Badminton player icon. Waarom badminton? Ik bedoel, ik heb zelf rechtsbovenin zie je het. Wat is het? Zenyatta Taekwondo. Weet je wel, Taekwondo is een dope sport. En dan krijg je nu Mercy Badminton. Ik weet niet, ik heb zelf ook een badminton. Maar het blijft gewoon een lame ass sport. Ja, fuck it. Door. Ik ben blij met die skin, though. Reinhardt Victory Post, daar doen we het voor. Weer een duplicate, though, zie ik hier al. Een spray van, of een icon van Zarya die ik al had. Oké, de pingpong spray is best wel dope van mij. Ik ken hem nog niet, maar dit is... I don't know, dit is dope. Dit is dope, ik dig dat. En McCree's Tumbleweed. It's high noon somewhere in the world. Ja. Sorry, Mijn voice acting van de Overwatch helden is nog niet on point. Sorry, dat komt nog wel een keer. Weet je, ik heb wel, als je zo'n ding opent... Ik wacht op het moment dat het ding zeg maar gewoon openbarst... En het dan gewoon is van... John Cena! John Cena! Maar goed, je kunt niet alles hebben in het leven. Oh, wacht, een highlight intro van, yes, van Bastion. Dat vind ik wel leuk. Oké, als je dan wint met Bastion, dan is dit wel mooi om mee in beeld te komen, ja. En Lucio's highlight intro. Yeah, de bicycle kick. Fuck yeah, maat. Dit is dus zo'n exclusief ding. Wat je dus echt gewoon, weet je al, over 2 jaar speel je die game en wil je dit kunnen laten zien, weet je al. Zo van, yo, ik was er toen met Rio en die shit. Lucio aan het voetballen, fuck yeah. Een saaie spray verder. En wat money, zodat ik shit kan kopen die ik wel wil. Dat is natuurlijk ook het ding van de Summer Games. Hè. Je kunt al die exclusieve dingen niet kopen met de in-game currency. Dus ja, Blizzard forceert je om ofwel heel veel te gaan spelen... of zoals ik, dingen te kopen. Omdat je iets te druk bent of je wil niet al die nachten door blijven gamen om al die shit te krijgen. Dus op zich, ja, ze hebben me wel goed beet. De lootboxes, auw. Een pijn in mijn hart, pijn aan mijn portemonnee. Maar goed, je krijgt er wel dit voor terug. Dus dat is gangster. Nice. Rocket League. Oh, wacht, ik moet hem natuurlijk wel instellen. Fuck yeah, oké. Nog een keer die trap. Lekker. Over de helft, jongens. Over de helft. Laat me weten of dit überhaupt leuk is. Of dat je echt zoiets hebt van... What the fuck ben je mee bezig, Tom? Hou op. Ga games reviewen en nieuws schrijven. Niet lootboxes openen. Zo niet. Pack. Ik ga gewoon door. Nog een dubbele. Een voice line van Reaper, though. Wat? It's in the refrigerator. Yo, dude, where's the beer? It's in the refrigerator. Wat slaat die line überhaupt op? Hij is een keilijpe Mexicaanse killer die het gewoon heeft over iets wat in de koelkast ligt. Ik bedoel, het kan geen lijk zijn. Zo groot zijn koelkasten niet, toch? Nou ja, anyway, dat. En een... Een soort van lelijk blauwe skin voor Junkrat. Junkrat pak ik nog wel eens op en ik probeer van zoveel mogelijk helden dus soort van blauwe skin te krijgen. Zodat ik kan zeggen van yeah, gamersnet blauw, ook al is het dat niet. Hier kan ik echt niet van wijs maken dat het gamersnet blauw is, want het is gewoon best wel lelijk. Dus ja, shit happens. Maar goed, skins zijn leuker dan alleen maar een paar voice lines. Dus daar ben ik al lang blij mee.
En door. Geef me die Zenyatta. Victory pose. Gun me dat. Oh. Weer een duplicate. Trouwens, degene die we net ook hadden, dat is wel kut. Een Summer Games duplicate. Dus je had de kans om iets nieuws te hebben, iets exclusief van de Summer Games, maar het kunnen dus ook gewoon freaking duplicates zijn. Dat doet gewoon echt letterlijk pijn. Maar goed, wel een soort van lijpe Mercy Orchid skin. Van Mercy heb ik een lijpere Gamersnet blauwe skin. Dus gaat hem helaas niet worden, maar toch leuk voor de collectie, I guess. En de draken van Hanzo, dat is mooi, dat is goed. Oké, here we go. Ja. Wat? Een player icon, een 150 fucking currency, wel Lucio's voetbal spray. Die past leuk bij de victory, bij de, wat is het, highlight intro. En een voice line voor Soldier, die ik ook niet veel speel. You want a medal? Wat? Is dat letterlijk de voice line? You want a medal? You want a medal? You, hey, you want a medal? Ja! Ik wil fucking de victory pose van Zenyatta, waar hij met al die medailles in zijn handen staat. Kom op, dat ding is fucking gangster, geef me die. Oké, nog 4 te gaan. Misschien zit hij erin. Met een beetje geluk wel. Oké. Niet teleurgesteld, maar... klein beetje teleurgesteld. Een victory pose van D.Va is op zich wel oké. GG! Irritante meid. Oké, jongens, 3 lootboxes. Geef me die Zenyatta fucking victory pose. Die is zo gangster. Come on. Gun me dit, Blizzard. What? Dit is gewoon... Ah. Wat? Dit zijn een paar gewoon echt saai... Oké, de sake is wel dope. De sake is oké voor Hanzo. Die zetten we erop. Ik bedoel, sake is vet, maar... Genji, die aan het fencen is... Ah ja, weet je wat, we zetten hem erop. Hij is best wel cool, maar... Brazilië als player icon... Why? 2 lootboxes nog. Blizzard, paas me dit. Paas me dit genot van de victory pose van Zenyatta. Doe dit, alsjeblieft voor me. Oké. 2 duplicates, wel een Zenyatta line. Always strive for improvement. Jij ook, Blizzard, met je lootbox systeem. Maar goed, een groene skin van Zenyatta. Dat is wel dope. Ik bedoel, groen is een mooie kleur. Dus ja, dit is oké. Dat is oké. It takes a woman to know it. Thank you, Anna. Ik heb van Anna al een vettere line, dus nee. Oké, dit valt een klein beetje tegen. Laatste lootbox. Ik hoop heel erg op die Zenya. Weet je wat? We gaan er even naartoe. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Nieuw. Dat is wel dope om te zien. Overal nieuwe unlocks voor. Zenyatta heeft een victory pose, een nieuwe. Kijk deze boy. Kijk je boy super awesome zijn. Dit is exclusief. Ik heb nog maar 2 weken om dit te krijgen. Dus het moet in deze lootbox zitten. Of ik moet nog meer geld hierin gaan steken. Of nog meer gaan spelen. Wat ik al te veel doe. Dus pijn. Maar ik bedoel, kijk naar Zenyatta. Hij zegt zo van, look at all these fucking medals I got. Look at me being awesome with all these fucking medals, mate. Weet je, ik wil dit. Oké, laatste lootbox. Laat hem daar dan ook in zitten, alsjeblieft. Please, Blizzard, gun me dit. Anders moet ik dit spel nog veel meer gaan spelen en het rooft mijn leven al. Dus, come on, let's go! Nee! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly... Oké, dit is echt heel storend. Maar wel... Oké, weer money. Dat is oké. What are you looking at? Ja, dit bizar slechte lootbox systeem. Wat dacht je daarvan? Een tank icon voor Bastion. Dit is nog wel leuk. Dit is wel dope. Torbjorn's Trekronor skin. Dit is natuurlijk zijn Zweedse vlag outfit. Maar truth be told, het lijkt er meer op alsof Torbjorn is gepromoveerd tot de mascotte van IKEA. Ik bedoel, kijk die jongen. Hij is... Als IKEA nog een soort van kindvriendelijke mascotte nodig heeft... Dit is je guy. Dit is je go-to guy. Oprecht. Dit kan niet fout gaan. Anyway,
Net als met elk potje Overwatch een beetje, ik word er salty van. Ik wou één ding. Ik verzamel 15 lootboxes, ik haal net niet dat ene eruit. Dit is daadwerkelijk dat je Blizzard props moet geven van... Je bent in ieder geval goed in het aftroggelen van geld van Tom. Of tijd. Allebei. Want ik steek er geld in, ik speel deze game heel veel... en ik heb nog steeds niet dat ene wat ik wil hebben. Kan gebeuren. Anyway, jongens, ik hoop dat het alsnog een leuke video was geworden. Dat je zoiets had van, hey, weet je, het was niet echt dat ik vol zat met adrenaline. Maar het was een leuke video om even zo vermakelijk te kijken. Als je meer van dit soort shit wil zien, zeker, hit me up. Zeg het even hieronder in de comments van, hey, dit is wel iets wat je vaker mag doen. Of je mag sowieso vaker Overwatch uploaden. I don't know. Als je tips, feedback, comments, whatever hebt, daar is de comment sectie voor. Dus die mag je gewoon helemaal vol spammen. En vergeet ook niet, ik stream elke woensdag. En woensdagavond is vaak een Overwatch-avond. Misschien wel iets te veel. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in Overwatch en gewoon spelen... of je wil met ons meespelen op stream, kan allemaal. Kom vooral even langs op Twitch. De Twitch van Gamersnet natuurlijk. twitch.tv/gamersnet.nl. En als je meer updates wil, hey, gamersnet.nl voor al je gamingnieuws. En natuurlijk de Twitter van Gamersnet voor alle korte feedback, updates, you name it. En natuurlijk, je mag mij volgen op Twitter als je daar zin in hebt. Dat mag allemaal. Ik ben voor. Ik zie je follow wel verschijnen en dan mag je me doodsbedreigingen opsturen voor deze bizar slechte video. Ik noem maar iets. Dit was het voor mij. Enigszins salty. Een paar leuke dingen eruit gehaald. Ja, een paar minder leuke dingen. Maar goed, shit happens. Een andere keer beter. Tot snel weer bij een video van gamersnet.nl. En vergeet ook niet, check de website voor al je gaming nieuws. Bijvoorbeeld over Overwatch. Of een andere game. Die bestaan ook nog. Dat heb ik gehoord van mensen.